Vorige week kwam de gemeente Nijmegen met het nieuws dat er een proefopstelling geplaatst zou worden om de Graafse weg te versmallen. Maarten Bakker van de VVD was het hier niet mee eens. We kregen vorige week bericht van de wethouder dat ze een proefopstelling willen op de Graafse weg om een versmalling te testen. En die proefopstelling, daar zou geen debat aan vooraf kunnen gaan. Ja, dat vonden wij vreemd. De versmalling van vorig jaar ligt ons nog vers in het geheugen. En wij vinden dat van de VVD geen daverend succes. En om dan nou zonder debat zomaar een extra proefopstelling te doen en daarna de Graafse weg te gaan versmallen, ja, dat zagen wij niet zitten. De raad snapte het punt wel en gaf al groen licht voor een debat toen de wethouder zijn plan voor een proefopstelling wijzigde. De wethouder kwam echter met een toezegging om geen proefopstelling te doen, maar een simulatie. En met die simulatie kan eigenlijk berekend worden hoe het eruit gaat zien. Nou, wij zijn ermee akkoord gegaan op voorwaarde dat dan de gemeenteraad ook zelf de input mag leveren voor de vraagstelling van die simulatie. Dus eigenlijk hebben we bereikt wat we willen bereiken. We gaan nu eerst een goed onderzoek doen en dan pas gaan we beslissen of we wel of niet een Graafsweg gaan versmallen. De VVD heeft het doel bereikt, maar Theo de Wit van de PvdA wil nog wel dat er één vraag wordt meegenomen in de simulatie. Wij vinden het heel belangrijk dat die simulatie goed wordt verricht. En dan moet meegenomen wat de gevolgen zijn voor de luchtkwaliteit in de wijken. Er zal veel meer sluipverkeer komen als die versmalling van de Graafse weg komt. Mensen gaan allemaal een weg zoeken. En wat levert dat op aan slechtere luchtkwaliteit? Dat is een vraag die wij echt in de simulatie willen terugzien. De uiteindelijke versmalling van de Graafse weg zal in 2020 plaatsvinden. We'll be right back.